Diverse scholen zijn vandaag bezig geweest voorbereidingen te treffen om morgen de leerlingen goed te ontvangen. De herstart van het fysieke onderwijs is vandaag ingegaan. Op de scholen zijn alleen de leerkrachten naar school geweest om de COVID-19-protocollen door te voeren. Onze nieuwsdienst nam een kijkje op de OS Sinjastraat en Christian Davidschool. Mayra Jonafo, schoolhoofd van OS Sinjastraat, zegt dat de leerkrachten vandaag veelal bezig waren de klassen in te richten naar de COVID-19-protocollen. De lokalen zijn ingericht naar 12 leerlingen. En er werd rekening mee gehouden dat de leerlingen op 1,5 meter afstand minimaal van elkaar verwijderd moeten zijn. We hebben alles afgerond, want natuurlijk kunnen we morgen niet meer zoveel doen. Vandaar dat deze dag uitgetrokken is om alle voorbereidingen te treffen. Morgen zullen de leerkrachten leerstof herhalen met hun leerlingen en hen de nodige instructies geven, zodat ze weer in de sfeer kunnen komen om fysiek les te volgen. De OS Sinjastraat is vanaf januari begonnen met afstandonderwijs, zodat de achterstand ingelopen kon worden. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd de leerlingen te voorzien van leerstof, om niet een groot achterstand te hebben. We hebben geëvalueerd vanmorgen, vergaderd daarover. En wat ik als resultaat binnen heb gehad, is dat de ouders toch nog hun best, zo goed als ze dat konden, hebben gedaan. Dus de kinderen hebben gewerkt. Wij hebben het de eerste week zo gedaan dat ouders mochten komen om leermiddelen te halen, boeken en dat soort dingen. En de rest is via internet gebeurd. Mayra Jonafo, schoolleider van de OS Sinjastraat. Gezien de COVID-19-protocollen zijn de leerlingen ingedeeld in 2 groepen. Per dag mogen maar 12 leerlingen in een klas.